En dat, ik kan je melden dat één punt zijn hele relaxte vragen. Gewoon wat is je favoriete kleur. Tweede punt vragen zijn al wat pittiger. Maar de drie punten vragen, Michiel. Ja, dat zijn best intieme vragen. Dat zijn intieme vragen. Nou, oké. Okay. Daarmee zien we meteen je hele flat, zeg maar. Dus en, maar wie, hoe noemen we dat? Wie staat bovenaan? Frits Sissing. Ja, ik snap het ook niet. Wie is dat? Hij opsporing verzocht, weet je nog vroeger? Frits van dansen ook. En dansen, yes. En al die musicals tegenwoordig. Mm. Dat doet hij nu. Oké. Okay. Met Showballet en Showtrap. Hoeveel punten staat hij bovenaan? 14. Ja, en je kunt er maar 12 halen. Heel knap. Ja. Maar hij had nog wat chantagemateriaal van Gerard op zak, dus... Ja, behind the scenes van vroeger. Oké, okay, dus als ik twee antwoorden geef op één vraag van drie punten, krijg ik 6 punten. Ik sluit niks uit. Oké. Okay. Maar dan moet je wel heel heftig. Ik bedoel, hoe uitgebreider, hoe beter. En ik zie jouw hand alweer graaien in die drie punten vragen. Ja, wordt het een drie punten om te beginnen? Drie punten. Ja, nou, op een... Drie punten. Daar gaan we. Je moet hem even van ons geven. Want we moeten natuurlijk... lezen wij hem voor. Ik lees hem voor je, zo. Geen idee. De vraag luidt voor drie punten. Beste Ali B, heb je ooit je seksuele fantasie nagespeeld? Om een keyboard. Nee, in het echt. Niet op een keyboard. Nee, ja, dat heb ik gedaan. Echt? Ja, dat willen wij weten. Wat voor... Nou, dat was in Marokko. Mm-hmm. S'nachts. Mm. Zo. In een boerderij. Ja, met een geit. Ja. Nou, exact als die Theo erover begint, wil ik ook weten hoe het is zo, weet je wel. En ik vind het echt jammer dat het verboden is in Nederland, want dat is een van de redenen waarom ik hier wil blijven. We weten niet wat we missen. Nee, dat is echt... Nou, drie punten. Drie punten zijn binnen. Meer dan dat zelfs. Je mag er nog eentje uitzoeken. Oké, ik ga gewoon voor die drie punten. Weer een drie punten. Drie punten. Ik wil Michiel geven. Niet stiekem lezen van tevoren, hè? Er moet een rauw op je dak komen, deze. Voor drie punten, Ali B. Wat is je favoriete lichaamsonderdeel? Mijn neus. Je neus? Ja. Is het een gok of wist je bedenkt? Het is een gok, ja. Nee, dat is echt... mijn neus, dat is toch iets waar ik... Ja, hij is iets aan de ruime kant, om het zo maar te zeggen. Maar je steekt hem vaak in andermans zaken? Nee, dat is het niet. Het is alleen, kijk, iets wat een beetje, weet je wat het minste mooi is, dan moet je het meest trots op zijn. Dus dan heb je ook gelijk dat opgelost. Dus eigenlijk vind je je neus het minst mooi? Of ga je vanuit wat mensen dat vinden? Nou, wat mensen vinden is, een grote neus vinden ze vaak niet mooi. Ja. En, dus ik vind die van mij juist mooi. Dus dan kunnen ze me er ook nooit mee pesten. Ja, maar dan noemen ze jou meteen weer het neusje van de zalm. Ja. En dan klopt die weer natuurlijk, hè? Hey. En je kunt natuurlijk altijd gewoon eventjes gaan praten met je nieuwe NPS-collega Pino, maar die heeft er ook last van. Even zeer de neus, jongens, kom op. Maar... weer drie punten binnen. Hoor, niks aan de hand. Tijd voor de volgende. Wat gaat de volgende? Ja, ik ga weer voor drie punten. Wat een verrassing. Nou, hoe is het onmogelijk? Drie punten, daar gaan we weer. Hey, die 1 en die 2 punten hadden we gewoon niet hoeven maken natuurlijk, hè? Eigenlijk niet, hè? Pakt niemand nooit de 2 of de 1 puntjes? Nooit. Nou, voor 3 punten, stel toevallig ook, het is vraag 3. En 3 punten, zou je deelnemen aan een triootje? Hangt er vanaf wie erbij zit. Niet, ja, ik weet niet of die geit het zo prettig vindt. ik denk dat als we er een schaapje bij doen, dat die geit... Zo, nou. Die komt hard in, hoor. Ik dacht het wel. Nee, maar kom op, hou even los van al die beesten. Nee, je wil antwoorden, krijg je antwoorden. Het is alleen maar over beesten, Ali Beest is het eigenlijk. Ja, die geit kan het weten, is echt waar. Nou, weet je, ik ben in een goede bui. Ja, gelukkig. Nou, gaat lekker. De laatste, Ali. Ja, gaan we nog een keer. Ja, 3 punten. Moet ik even een pennetje hebben, dan maak ik er een 8 van. Niet stiekem, ja, ik moet even een 8 maken van die 3, want ik weet niet, je moet op een of andere manier kunnen saboteren. Dat deed hij vroeger op school ook altijd, als hij dan zijn werkstuk kreeg van de 3 en 8 maken, dan van de 1 en 7. De 8 puntenvraag. De 8 puntenvraag. Ik vind het wel heel knap hoe je dan van een rood kruis een groene krul wist te maken altijd. Dat was ook ja, dat was knap, hè? Ja, moest je een goede groene stift hebben. Nou. Alsjeblieft, jongen. Ah. Kwartje weer erover. Ali B voor... je hebt op de andere kant staat nog gewoon 3 punten trouwens. Hè? Ah, shit! Voor 3 punten. Ben jij in bed een gever of een nemer? Dat ligt aan hoe laat het is. Nou, een klein voorbeeldje.
Het is nu 8:15. Ben je een gever of een nemer? Nou, nu ben ik nog wel een gever. Ja, nu ben ik nog niet. Maar over 10 minuten, jongen. Ja, dan ontneemt hij alles. Dan wordt er niks meer. Nee, oké, dus ja. Jij... Weten ze dat thuis ook? En de boerderij bedoel je? De boerderij. Ja. Onvoorstelbaar, hè? Nou, we hebben even alle punten met elkaar opgeteld. 3 + 3 + 3 + 8. Ja! Is 17 punten! Ja! Hoe krijgen ze toch elke week voor elkaar? Want er zijn er maar 12 te halen. Ja, ik weet... De gasten zijn creatief. Het was wel creatief bedacht wat ik heb gedaan. Ah, het is niet eens een blonde vrouw. Ja, weet je, die trekken we normaal gesproken altijd een beetje voor. Qua gasten. Ja, maar dat, kijk even. Je kan met de laatste blonde gast niet eens mee heen. Inderdaad. Zeg, afdeling productie. Volgende week. Hans Klok en... Hans Klok volgende week hier.